Het Rijk gaat flink bezuinigen op politie. Wat gaat dat precies voor Rotterdam betekenen? Ik kan nog niet aangeven wat het voor Rotterdam precies gaat betekenen, maar het gaat om een fors bedrag. Over een reeks van jaren, 5, 6 jaar, gaat het om een bedrag van zo'n 145 miljoen euro. En een van de dingen die je gaat sneuvelen, dat is de afspraak die wij met de minister hadden gemaakt voor het hele land, om vrijgestelde hulpofficieren van justitie in het leven te roepen. Dat is om de politie te ontlasten en dat is ook om de officieren van justitie te ontlasten. Een hele belangrijke verwachte uitbreiding, die gaat niet door. Maar ook de uitbreiding bij DSI, de dienst speciale interventies. Zeg maar de stevige gewapende jongens die we ook ingezet hebben hier in Rotterdam op die avond met de Turkse minister. Daar stond 33 miljoen euro voor op de begroting. Dat geld is ingepikt. En dat kwam vanuit de niets ineens, die bezuiniging? Nou, ik kreeg 4 weken geleden een signaal van de Nationale Korps dat mogelijk bij de politie zou worden ingegrepen. Vervolgens ben ik in het ongewisse gelaten, want ik ben ook voorzitter van de Nederlandse burgemeesters die met het kabinet spreken over dit onderwerp. Totdat afgelopen maandag de minister mij belde en zei van de brief naar de Kamer is uitgegaan. Er is ook geen overleg met ons erover gevoerd, wat ik ook heel erg kwalijk vind. Maar als je dit brief leest en je doet een rekensom, dan gaat het om 6 keer 18,5 miljoen euro. En je doet ook nog 33 miljoen euro erbij, dan gaat het over een bedrag van zo'n 145 miljoen euro. Wat van de begroting voor de politie de komende jaren afgaat. En dat in een periode waarin het kabinet met heel veel ambitie is begonnen aan het veilig maken van Nederland. Door ook juist op de politie te gaan investeren. We kregen 290 miljoen euro en er gaat nu 145 miljoen ervan af. Ik zou zeggen, niet iets wat in een boodschappentasje past. En u zei toen u dat extra geld kreeg al van het is een goed begin, maar we zijn er nog lang niet. Er is veel meer nodig. Met het geld wat we van het kabinet kregen, konden wij 1100 agenten voor het hele land aanstellen. Om en bij de 130 voor Rotterdam. Daar waren we heel blij mee, maar hebben we toen ook gezegd. Het is een kwart, misschien 20% van wat we nodig hebben. En nu gaat van het geld wat wij voor de komende jaren beschikbaar zouden moeten hebben. Gaat om een fors bedrag, dat gaat er gewoon af. Dat is buitengewoon betreurenswaardig. Dat doet geen recht aan de ambities van het kabinet. En ik heb de neiging ook te zeggen, kabinet, de ambities die je hebt uitgeschreven, die ga je zo niet halen. Als we nu kijken naar die DSI, die snelle teams waar bezuinigd wordt, wat betekent dat concreet voor de veiligheid dan? Nou, we hebben altijd als burgemeesters in Nederland gezegd, we willen meer van die snelle interventie-eenheden in Rotterdam hebben. As we speak rijden ze ook in Rotterdam rond, ze rijden ook in Amsterdam rond, ze rijden ook in Den Haag rond. Vroeger stonden ze stationair in Houten en nu rijden ze rond. Daar zijn we heel blij mee, daar kunnen ze snel inzetten. Maar eigenlijk zouden we meer teams willen hebben. Dit geld was daarvoor bedoeld, voor dit soort acties. Ja, en dat gaat dus nu even voorlopig niet door en dat is buitengewoon betreurenswaardig. Terwijl er eigenlijk nog gedacht werd aan locatie in Rotterdam. Nou ja, los van allerlei andere dingen. Ik praat nu een beetje vanuit mijn rol als voorzitter voor het hele land. En ja, deze investeringen gaan dus gewoon niet door. En als ze niet doorgaan, hebben ze ook repercussies voor Rotterdam ongetwijfeld.